Dag allemaal, welkom bij de tweede Pokémon Go video op Casey Koen. Heel erg tof dat je weer kijkt. En voordat we beginnen met het grootste gedeelte van de video, wil ik jullie eerst allemaal heel erg hartelijk bedanken voor het kijken naar de vorige video. Momenteel is die meer dan 1500 keer bekeken. Er is van alles mee gebeurd met die video. Natuurlijk heb ik een gedeelte op Facebook in verschillende groepen waar men er heel positief over was. Hartelijk dank daarvoor. Het artikel is opgepikt door RTV Noord. Ik heb mijn eigen gezicht daar ineens teruggezien. Ik ben daarover geïnterviewd. Het was echt allemaal fantastisch. Heel hartelijk bedankt voor al die steun, voor de nieuwe abonnees. Ik heb er heel veel nieuwe abonnees door bijgekregen. Welkom op Casey Koen. Tof dat je geabonneerd hebt. In deze video wil ik 3 dingen voornamelijk behandelen. Ten eerste ben ik zometeen helemaal voor niks naar Dortmund gereden. Ten tweede, Articuno Weekend. En ten derde, de Squirrel Squad. Want ook die komt eraan. Allereerst, ik liep gisteravond buiten rustig even wat Pokémon's te vangen. Wat schetst mijn verbazing bij een Pokéstop in de buurt? Dat roze beest heb ik toch gevangen. Daarvoor ben ik speciaal in een auto gestapt. Ik kan me herinneren dat ik daar een video over gemaakt heb. Wat doet het beest hier? Corsola, natuurlijk. Nou was ik niet echt helemaal verbaasd, want ik was ervan op de hoogte dat Niantic als onderdeel van hun compensatie voor de verpeste zaterdag Corsola door heel Europa beschikbaar heeft gemaakt. Iedereen, ook dus de mensen die niet in Dortmund zijn geweest, kunnen nu dus Corsola vangen. Betekent dat nu dat ik voor niks naar Dortmund geweest ben? Enerzijds, ja, ik kan niet ontkennen dat ik naar Dortmund ben gegaan om die Corsola te vangen. Je kunt tegenwoordig ruilen, dus ik dacht als ik daarheen ga, kan ik misschien die Corsola ruilen voor enkele Pokémon die ik nog niet heb. Nu iedereen dat ding ineens kan vangen, heb ik natuurlijk dat voordeel niet meer. Ik bedoel, moet je zien, waar is mijn telefoon? Hier, ik heb hem, moet je zien. Ik ben dus gisteravond gaan wandelen. Dan hebben we het over de dinsdagavond. En hier zie je dus de Corsola die ik in die tijd heb gevangen. Je kunt dus wel bedenken dat mensen die veel actiever spelen, dus al veel meer Corsola gevangen hebben. Dus, ruilmiddelen, footsie, pleiten, heb ik helemaal niks meer aan, dat hele ding niet. Anderzijds ben ik voornamelijk naar Dortmund gegaan vanwege de ervaring. Ik wilde de stad graag zien, ik wilde het Westfalenpark graag zien. En ik wilde gewoon meemaken wat daar allemaal gebeurde. Die ervaring neemt niemand meer af en dat was natuurlijk zeker waard. Daar komt bij dat ik ook nog enkele unknown heb gevangen. Die zitten nu natuurlijk niet overal in Europa, dus dat voordeel hebben we nog. En de toegenomen spawn rates met dus de grotere kans op shinies. Met de Larvitar die ineens overal zaten, want de Pokémon Safari Zone was eigenlijk ook gewoon een tweede Larvitar Community Day, inclusief de shinies. Dat neemt natuurlijk niemand meer af en dat is wel iets dat de mensen die nu natuurlijk wel Corsola kunnen vangen, niet nu ook nog krijgen. Dus uiteindelijk was het nog steeds wel waard. Dan, komend weekend. Komend weekend wordt voor Pokémon Go een fantastisch weekend. Ik kan het niet genoeg benadrukken. We hebben 2 events, zaterdag en zondag. Beide events vinden plaats op het moment dat voor jou de Community Days normaal gesproken plaatsvinden. In mijn geval, voor Nederland, betekent dat dus dat we van 11 tot 2 op zaterdag raids kunnen gaan doen en een shiny Articuno kunnen gaan vangen. En op zondag kunnen we achter Squirtle aan en de Squirtle Squad. Wat we erin geslaagd zijn om in Dortmund in de Safari Zone 100.000 research tasks te doen. En omdat zowel Azië, Europa en de Amerika's hun specifieke uitdagingen hebben gehaald, kunnen we dus zaterdag shiny Articuno vangen. De eerste Pokéstop die je op die dag spint, gaat je 5 gratis raid passes opleveren. Die je dus kunt gebruiken om in die 3 uur die je ervoor hebt een Articuno te gaan vangen. Er is een kans, dus dat betekent niet dat je de garantie hebt dat je dan dus een shiny Articuno tegenkomt. Dus het is voor het eerst dat Pokémon Go een shiny Articuno vrijgeeft, dus dit is dé kans om als één van de eersten hem te hebben. Mijn tip daarvoor zou zijn, ga ten eerste naar een plek waar je weet dat er veel gyms zijn. Stadcentra, parken, net wat het voor jou in de buurt is. Ten tweede zou ik zeggen, ga niet alleen, ga met een groep. Articuno is een raid boss die nog boven de 5 sterren zit. Hij is veel te sterk om in je eentje te verslaan. Vorm een groep, dat kan via WhatsApp. Er zijn verschillende raidgroepen, Facebookgroepen. Zoek mensen op. Samen is het en heel veel leuker. En bovendien heb je dan een veel grotere kans dat het ook allemaal lukt. En wie weet kom jij wel weg met een shiny Articuno. Als je nog andere tips hebt, drop die dan eventjes hier beneden in de comments, zodat andere mensen daar ook weer hun voordeel mee kunnen doen. Zaterdag hebben we dan gehad, die shiny Articuno is van jou. En dan zondag. Brengt me weer bij de titel, waarom je in beweging moet blijven deze zondag.
Je kunt namelijk niet alleen met een Community Day een shiny Squirtle vangen zoals normaal is, maar ook de Squirtle Squad maakt een opkomst deze Community Dag. Voor de mensen die niet weten wat de Squirtle Squad is. In de serie toen Ash een Squirtle ving, was Squirtle eigenlijk een beetje een rebel en hij samen met een aantal andere Squirtles vormde de Squirtle Squad. Zij onderscheiden zich door het dragen van iconische zonnebrillen. En je kunt tijdens de Community Dag Squirtles vangen met die zonnebrillen op. De beloning voor het volbrengen van die research task is anders. Normaal gesproken zijn het berries of pokeballs. Nu heb je kans op een Pokémon encounter. Die Pokémon encounters zullen Squirtles zijn en van die Squirtles heb je weer kans dat ze een zonnebril op hebben. Dat betekent dus dat je deze Community Dag niet alleen op zoek wil gaan naar Squirtles, maar ook dat jij dus zoveel mogelijk research tasks wil volbrengen. En daarbij komt het bewegen dan weer om de hoek, want als je tegenwoordig een research task doet bij een Pokestop, dan komt daar nadat hij klaar is het volgende tekentje bij te staan. En dat tekentje laat zien dat jij voor die Pokestop al de research task van die dag hebt gedaan. Blijf dus bewegen, zoek plekken op waar veel Pokestops zitten. In Groningen moet je dan denken aan de Grote Markt, aan de Vismarkt. Het stadscentrum is een hele goede. Het Noorderplantsoen is natuurlijk wel een optie. Maar daar zijn weer wat minder Pokestops. Dus op een gegeven moment wil je daar waarschijnlijk van weggaan. En dat was hem dan alweer. Hartelijk bedankt voor het kijken. Vond je dit een hele vette video? Beloon het dan met een dikke duim omhoog. Deel deze video met je vrienden die nog tips zoeken voor de Community Days. En als je nu nog tips hebt voor de Community Dag, zowel de Squirtle Dag als de Articuno Dag, hoe ga je die invullen? Wat zijn de beste plaatsen? Laat het hieronder weten in de comments. Wil je op de hoogte blijven van Crazy Coon? Abonneer dan. En dan zie ik jullie bij de volgende Pokémon Go video. Want dit weekend ga ik natuurlijk vloggen. Hey, how do you?